wilde heel graag de blik van kunstenaars vangen op ons erfgoed. Gelderland heeft echt erfgoed van nationale en soms zelfs internationale kwaliteit. En daar doen wij soms een beetje te bescheiden over. Het nieuw is vaak een herhaling van hetzelfde begin. Er zit schoonheid in de vertwijfeling, progressie in de mijmering. Niet zo bang voor het avontuur, niet zoals nu. Al speelde melige liem apart, mis ik melodie in mijn hart. Blijven is komen waar we nog niet zijn geweest. Zonder dreiging van de angst dat we niet genoeg hebben geleefd. Ik probeer deze tijd te vatten. Maar ik merk al dat ik bijna in een valkuil ga trappen van dat het dan iets heel historisch wordt. Of een soort heel beschrijvend iets. Terwijl ik denk, misschien kan ik er wel wat meer mee doen. En het moet gaan over deze plek, maar je moet mijn hand er wel in kunnen zien. Deze week graag uw aandacht voor Museum Krullermuller. Hier beginnen we een residentie die als doel heeft te reflecteren op wat de betekenis is van deze parel op Gelderse bodem. Alleman, ik werk graag met mijn handen. Er werd verteld. Verloren is een mens die zich van zijn wortels afkeert als de geschiedenis in hem wordt geactualiseerd. Alleman, ik kan niemand niet landen. Heeft een ander iets gezien? Elke ochtend, wanneer zij de gordijnen opent, ziet ze die onzichtbare lijn waarachter dat andere land begint. Dat land waar mensen haar zinnen kunnen verstaan. Misschien fietst ze er ooit heen zonder erbij na te denken of ze haar paspoort wel bij zich heeft. Misschien wordt ze uitgezet en zal nooit iemand haar Nederlands verstaan. Ik ben een mens. Oh, alleman, ik voel me zo alleen. Die kast met alle laadjes naast de open haard. Alles wat mee terugkwam na een reis wordt daar bewaard. And you want it to be bigger, bigger, stronger. Alles vergaat gewoon, ook verhalen veranderen of vergaan of worden aangepast. Maar zo'n geluid klinkt nu exact hetzelfde als toen. Het Afrika-museum moet op de schop. En dit zeg ik omdat ik een hele mooie toekomst voor het Afrika-museum voor me zie. Dit museum verdient het namelijk om een echte hub te worden. Kunst raakt iets van binnen wat een bijschrift bij een schilderij of een omschrijving van een archief niet doet. En kunst voegt daarmee waarde toe en ook maakt het ook heel urgent.